De Dutch Chamber of Commerce in Hongkong, afgekort Dutch Cham, is de NL Business Hub in Hongkong. Wij stelden Muriel Morees, General Manager van de Dutch Cham, drie vragen over ondernemen in Hongkong en de NL Business Hub. Kijk jij mee? Je moet vooral veel energie hebben. Hongkong is een 24/7 cultuur en netwerken staat voorop, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Verder is het belangrijk om doorzettingsvermogen te hebben. Om te beginnen ga je eerst door een bureaucratische rompslomp, maar het betaalt zich allemaal terug op het eind. En last but not least, open-minded, wees flexibel, pas je aan en kijk wat al je mogelijkheden zijn. Die zijn er volop. Dit vind ik een hele lastige. We hebben zoveel mooie leden waar we trots op zijn. Denk aan Arcades, die heeft meegewerkt aan de brug van Hongkong, Macau naar Zhuhai. Maar ook onze SME, Reconergy, Waste to Energy, fantastisch sustainable organisatie. En vorig jaar opgestart Bamboo Scenes, Street Photography. En een deel van de opbrengst gaat weer terug naar de homeless in Hongkong. Drie verschillende bedrijven, maar allemaal zo mooi. En zo zijn er heel veel. Allereerst natuurlijk het internationale netwerk wat we kunnen bieden in de regio en breder. Daarnaast ook onze kwalitatieve, echt inhoudelijke seminars en workshops die je verder helpen als ondernemer. Verder hebben we onze contacten met de overheid, het lobbyen naar overheid en andere instituten waar we de belangen behartigen van onze leden. En last but not least, onze tweejaarlijke Dutch Cham Business Awards gala's, waar jij als ondernemer gekozen kan worden. Overweeg jij de stap te maken naar Hongkong of heb je een vraag over ondernemen in de stad? Laat NL in Business en de NL Business Hub in Hongkong je helpen door het onderstaande formulier in te vullen.